Op een der gazons in de tuin van het gemeentemuseum in Arnhem staat dit beeld, De Gevangene. Een schepping van de in Rusland geboren, maar sedert 1914 Franse beeldhouwer Ossip Zadkine. Een van de allergrootste beeldende kunstenaars van deze tijd. Ter gelegenheid van een tentoonstelling van zijn werk is Zadkine zelf naar Arnhem gekomen, waar hij vertelde van zijn tastend zoeken naar een eigen vorm voor zijn kunst. Nog geënt op het kubisme is dit beeld van glanzend koper, waarmee hij in 1920 de vrouwelijke vormen aangaf. Ook Zadkine heeft geworsteld met het probleem van vele kunstenaars. Vormgeven aan wat zich dezelfde tijd voordoet, maar zich niet gelijktijdig laat zien. Hier is een poging tot een oplossing. Het gelijktijdig laten zien van een gezicht, van voren en van opzij. Uit 1960 dateert dit beeldhouwwerk van terracotta. Zadkines uitbeelding van een woning in de moderne tijd. Deze veelzijdige kunstenaar maakte ook ontwerpen voor de Franse tapijtwevers in Aubusson. Uit iepenhout vervaardigde hij dit meer dan 3 meter hoge beeld, Prometheus. De muziek was en is ook voor Zadkine een grote inspiratiebron. Zadkine is gegrepen door het leven van Vincent van Gogh, van wie hij in 1956 deze 2 portretten maakte en die hij een jaar later eveneens in brons als tekenaar uitbeelde. Zijn laatste beeld, De Lotuseters, is uit gips gehouwen. De tentoonstelling in Arnhem geeft een indrukwekkend overzicht van de grote scheppingsdrift van deze eigentijdse kunstenaar.